Tom Bardoel is de nieuwe brandweercommandant van Ravenstein. Dat er meer bij komt kijken dan wat brandjes blussen, horen we in het volgende gesprek. Tom Bardoel, vandaag aan de keukentafel. Tom, voor degenen die jou niet kennen, kun jij je voorstellen? Zeker. Ik ben Tom Bardoel, 38 jaar, woon al bijna mijn hele leven in Deurzen. We hebben een vriendin, Anne, en we hebben samen een dochter, Bo. Ja, dat is het al, denk ik. Nou, wat doe je voor werk? Ik heb twee baantjes. Eén baan werk ik bij de overheid. Op het gebied van fysieke weerbaarheid van zorgorganisaties. Dat is een nieuwe wetgeving die eraan komt. En ik ben ook in dienst van de veiligheidsregio als postcommandant van Brandweerpost. Zeg maar onze Brandweerpost, Ravenstein. Ja, want Ravenstein, dat was ook eigenlijk een van mijn vragen. Ravenstein is een vrijwillige brandweer. Ja, klopt. Dus de commandant, wat jij dus sinds een jaar denk ik bent ongeveer. Ja, hè? Ja ongeveer iets langer, ja. Ja, is dus gewoon een baan. Dus dat is geen vrijwilligerswerk wat jij doet. Nee. Ik ben in dienst van de veiligheidsregio Brabant-Noord. Voor 8 uur in de week, dat is afhankelijk van de grootte van de post, staat daar een x-aantal uren per week voor om dat netjes te regelen. Nou, onze post is een relatief kleine post, een doorsnee post van 20 personen en daar staat dan 8 uur voor. Dus ik ben 8 uur in de week in dienst van de veiligheidsregio. Dan maken jullie van alles mee natuurlijk als brandweer. Ja. Hoe verwerk jij dat zelf? Nou, we hebben sowieso een vrij, vrij divers en interessant wel uiterlijk gebied. Want we hebben water, we hebben de Maas, we hebben spoor. Behoorlijk wat kilometers. We hebben heel veel kilometers snelweg. Ja, waar dus, ook regelmatig incidenten zijn. Ja, dus we hebben een... Dat gebeurt gelukkig niet zo heel veel, maar we hebben dat heet dan een BSZO-bedrijf. De GasUnie is een bedrijf met aanzienlijke risico's. Dus we hebben een vrij divers en interessant uiterlijk gebied. En ja, veel van onze tijd gaat dus ook zitten in het bestrijden van incidenten anders dan brand. Is dat voor jou als brandweercommandant, heb je daar ook een taak in om te letten op je personeel? Gaat het goed met ze of met je mensen die met jou mee uitdrukken? Of ik neem aan, soms ben jij er ook niet bij natuurlijk. Absoluut, zeker. Ja, kijk, platgeslagen heeft mijn functie maar één doel. Dat is namelijk zorgen dat we altijd kunnen uitrukken. En dat betekent ook dat je zuinig moet zijn op je mensen. Dus hoe zorg je nou dat je fysiek en mentaal goed in je vel zit? Ja, je wordt als brandweerman sowieso gekeurd. Afhankelijk van de leeftijd varieert die interval, zal ik maar zeggen. Maar elk jaar doorlopen we die keuringsbaan sowieso. Dus je moet, afhankelijk van je leeftijd moet je dus echt formeel gekeurd worden, zou ik maar zeggen. Echt met een keuringsarts. Maar elk jaar doorlopen we ook een baan, een keuringsbaan, zal ik maar zeggen. En die daar hebben ze een beetje geprobeerd onze werkzaamheden na te bootsen. Dus overhekjes, onderdingen door, traplopen. Met bepakking pak. En ademlucht. Ja. En ademlucht. Deuren openbreken, plafondpaten eruit stoten. Dus die baan die is representatief voor de werkzaamheden die wij doen, zal ik maar zeggen. En dat doen we jaarlijks. Ik kan me ook voorstellen dat het belangrijk is, je moet er van elkaar op aankunnen, dat je daarin ook je eigen verantwoordelijkheid neemt. Als het niet lukt, dat je dan ook moet stoppen bijvoorbeeld. Ja, zeker. Dus je treedt altijd als team op. Ja, als je het over een woningbrand hebt, ga je met z'n tweeën naar binnen. Maar ook als je een ongeval hebt, je werkt altijd als team. En het is gewoon zo dat als één van de twee zegt, ik zie het nou niet meer zitten of hier zie ik te veel risico's, dan stop je gewoon en dan moet je het heroverwegen, je inzet heroverwegen. Maar in ieder geval, daar stoppen, terug uit en goed nadenken over hoe nu verder. Hè? Ja. Is er een andere route naar binnen? Moeten we misschien meer water meenemen naar binnen om die brand toch beter te kunnen bestrijden? Ja. Als een van de twee zegt, dit zie ik niet zitten, hier zie ik te veel risico's, dan stop je. We'll be right back.
Wat vind jij nou mooi aan dit, deze baan? Nou, ik vind het mooiste dat het een hele diverse club is. En dat je met elkaar, ja, we lossen eigenlijk elk probleem lossen we op. En dat doe je met elkaar, zoals ik net al zei. Ja, we hebben hoveniers, die zijn supergoed in stormschade oplossen. We hebben automonteurs, die zijn heel goed in het doorzien van een ongeval. En hoe knip ik die auto nou zo open? Of druk ik die zodanig terug in zijn originele vorm, dat die slachtoffer snel en veilig uit kan? Heb je nog mensen nodig? Nou, dat is goed dat je dat vraagt. Dit jaar stoppen er 4 collega's. Twee vanwege leeftijd. 1 vanwege gezondheidsproblemen. En eentje die verhuist. Heeft een ander vriendinnetje verhuisd. Dus die stopt ook. We hebben recent dus 3 nieuwe collega's geworven. In die zin, die zijn dan aangenomen. Die gaan de opleiding doorlopen. En als dat allemaal goed gaat, dan worden ze echt officieel aangenomen. Dus we zijn op sterkte. We zijn een post van 18 personen, zeg maar. En daar mogen we wat boven zitten gezien de leeftijd. En we zijn nou dadelijk weer met 20. Dus we zijn op sterkte. Maar goed, nou, het is bij de vrijwillige brandweer wel zo dat als er iemand mij belt of aan de poort staat en zegt, ja, ik heb heel veel interesse en het past goed. Ja, dan zal ik de laatste zijn die zegt, dat doen we niet. Want ook gezien het feit dat we de leeftijd opbouw van de post maar gewoon dat we in de komende jaren wat mensen gezien nodig de leeftijd hebben. Precies, ja. Stoppen en dus daar nieuwe collega's voor nodig hebben. Tom, wat vind je nou in je eigen leven heel belangrijk? Ja, afspraken nakomen wel, vind ik wel belangrijk. En verder ook, ja, gewoon lekker luchtig door het leven gaan, zou ik maar zeggen. Niet te moeilijk en niet te moeilijk, lekker luchtig en leven en laten leven. Ja, precies. Zijn dat ook de dingen die je aan je dochter mee zou willen geven? Ja, zeker. Zeker leven en laten leven, zeker. Is er iets wat ik nog niet heb gevraagd wat je nog zou willen vertellen? Dat is een goede vraag. Oh ja, misschien, want ik had het net over de grootte van onze post. Hè. Wij zijn dus we zijn een post voor 18. Dat is misschien nog wel even goed om te verhelderen. We zijn een post voor 18. En wij, met de nieuwe collega's die we aan hebben genomen, zitten we op 20. Het werkt namelijk zo. Wij rukken met een brandweerwagen uit met 16 personen. Of sorry, 16. Met 6 personen erin. Ja. En we hebben dus met 18 man 3 keer de wagenbezetting om die uitruk te kunnen voltooien. Dus zoals ik net al zei, het is eigenlijk part-time brandweerman. Dus ik ben ook wel eens een boodschap doen bij de gamma of even van huis of ik heb een barbecue of zo. Dus nou, de hele club van 18 wordt opgepiept om een wagen te vullen van 6. Hè, dus op die manier zorgen we ervoor dat we eigenlijk, en dat lukt ons gelukkig goed, om die wagen op straat te krijgen. Want vooral overdag, met toch wel wat minder middenstand hier in Ravenstein, is dat de grootste zorg. Bij veel vrijwillige posten is de grootste zorg de dagbezetting. Hè. 'S avonds en in het weekend zijn mensen wel thuis. Maar mensen nieuwe postleden aannemen en kunnen vinden die overdag beschikbaar zijn. Dus bijvoorbeeld omdat ze in ploegendienst werken. Of dicht rond Ravenstein werken en van de baas weg mogen. Dat is best wel een uitdaging. En dat is ook de grootste uitdaging voor alle vrijwillige posten eigenlijk. Collega's zien te vinden die overdag inzetbaar zijn. Of in ieder geval weg mogen van een baas of een ploegendienst werken. Dat is in ieder geval enkele dagen in de week overdag inzetbaar zijn. Want dat is echt daar. Als de schoen ergens wringt, dan is het daar de dagbezetting overeind te houden. Dus eigenlijk roep je mensen op? Ja, zeker wel een beetje. Die zouden kunnen en die bij de brandweer zouden willen. Zeker. Om zich te melden bij jou. Zeker, ja, precies. In ploegendienst werken of overdag rond Ravenstein werken en van een baas weg mogen. En die cirkel is heel klein. Kijk, dat is ook, als wij na 6 minuten niet zijn uitgerukt, dan rukt de volgende post uit. Dus er wordt niet langer gewacht dan 6 minuten. Dus die cirkel rond Ravenstein waar je dan, ik kom met Deurzen, nou dan moet ik al een beetje doorwerken om binnen 6 minuten omgekleed uit te kunnen rukken. Precies, ja, in de auto te zitten. Ja. Hè? Dus die cirkel rond de kazerne waar je mensen in kunt werven, die is echt heel beperkt. En dat is, samen met die dagbezetting maakt dat echt een uitdaging is. Dus zeker als er mensen zijn, ik zei net, we zijn redelijk op sterkte, maar als er mensen zijn die echt goed passen in de post en ook qua werkomstandigheden, wat echt mooi past, zal ik maar zeggen,
Dan ben ik de laatste die zegt dat gaat het niet worden. Dan passen we daar wel een mouw aan. Ja, ja. Dus die zouden zich worden eigenlijk opgeroepen om zich te melden. Absoluut, zeker. Ja. Nou ja, zeker. Je hebt al wat uitgelegd over je werk, over wie jij bent. Ja. Nou, hartstikke bedankt Tom voor dit gesprek. Graag. En heel veel succes met al je bezigheden. Dankjewel. Merci.
ontzettend verheugd om jullie hier allemaal te mogen verwelkomen. Want welkom allemaal. We hebben ook, het is een bijzondere dag vandaag, want we vieren met alle molenaars, met alle molenaarsteams hier uit de regio, Sint-Victorsdag. En dat is een hele mooie dag. En Kees, jij weet alles van Sint-Victor. En Sint-Victor is de patroonheilige. Een heilige die ergens in de 4e eeuw, 5e eeuw vermoord is tussen molenstenen. Ik geloof dat geen hond, hè? Maar goed. Ja, onzin. De molenstenen optillen, niemand. Nee. Goed, maar dat is Sint-Victorsdag geweest. Maar Kees, we zijn ontzettend blij dat jij hier bent. En we hebben een hele een bijzonder iets, want we willen jou toch even in het zonnetje zetten vandaag. En daarvoor hebben we hier onze loco-burgemeester. Zo. Ja. Goedemiddag, hallo. Ja. Ja. Hey Kees. Dag. Ook wethouder Economie en Financiën van de gemeente Os en ook loco-burgemeester. Onze burgemeester Bobine Buijs zit in Engeland bij de dochter die hoogzwanger is. Dat heeft even prioriteit natuurlijk. Dat staat natuurlijk heel mooi ook voor haar in wording, om het zo maar eens te zeggen. En ik mag als loco-burgemeester jou even toespreken, Kees. En mijn vraag aan jou is, jij weet zoveel. En je hebt een onderwijsverleden. Ja, het verzoek aan jou is mij niet de hele tijd te corrigeren af. Ja, toch, meneer. Ja. Je zou de eerste zijn die ik niet corrigeer. Want ik weet dat jij je feiten en cijfers heel goed op orde hebt. Daar ben ik goed over. Sowieso wel mooi dat we. Normaal is het echt een besloten molenaarsgenootschap. Zo rond de geboortedag van patroonheilige Victor van Marseille. Victor. En nu is het een heel bont gezelschap met familie, vrienden, belangstellenden. En dan voel je denk ik al een beetje nattigheid, Kees, dat er misschien wat iets gaat gebeuren. Kijk iets leuks van het bestuur, of wordt er iets geregeld? Maar ja, dus iets geregeld. Ik denk dat jullie daar wel een mooi momentje van gaan maken. En dan kunnen de vlag en de slingers weer aan de molen zoals nu. Hij is al ruim 100 jaar in bezit van de familie van de Kamp. Rond een 1 om precies te zijn. En in 1972 werd hij volledig gerestaureerd, deze molen. En die restauratie is in 1956 geweest, in 1972 geweest, in 1986 geweest, in 1919 geweest en in 2015. Dus elke keer, alleen bij de eerste twee heb ik geen invloed gehad, maar bij al die andere keren heb ik oftewel meegewerkt aan het plan, wat er moest gebeuren, met de molenmaker Koppens uit Bergharen contact gehouden en op die manier als het ware telkens gezorgd dat het zoveel mogelijk in orde kwam. Dit was de roggensteen. Maar je kunt zien dat er 4 staakijzers zijn. 1, 2, 3, 4. Die is voor beneden. Die. Ja. En dat die zo lang is. Dat betekent dus dat er relatief weinig kracht nodig was voor die rund te malen. Die eikenschors. Dat was hartstikke droog materiaal. Dus je ziet ook achter die steen dat er gaten in de muur zijn. Zodat wanneer er gemalen werd, dat er gewoon de stof naar buiten kon. Deuren open, stof weg. Hier werd rog mee gemalen. En je kunt zien dat die steen kapot is. Recht voor je voeten, daar. Ja. Je kunt zien dat die kapot is. Dus die kun je niet meer. En je ziet hoe dik dat deze is. Die is gewoon nieuw. Molenaars, want ik begrijp dat jij ook uit een molenaarsgezin komt. Jouw vader, als het goed is, jouw vader was molenaar. Ja, en dan heb je natuurlijk die. En opa ook. Van geslacht op geslacht. Verder ben ik niet teruggekomen, want ik ben bang dat ik daar van alles tegenkom. Ja. Ja, heel goed. Te maken met dat mijn vader een molen had. En mijn opa had er ook alleen, dus het zit een beetje in de familie. En ik was een jaar 5, 6. Want dan wil je als kind wil je naar die molen. Je wil die. Dat is beweging trekt heel erg aan. Ja, en toen kwam je dus rond 74. Het werd je eerst vrijwilliger. En een jaar later werd je al molenaar. Dat betekent dat je al 50 jaar verbonden bent aan de molen. En eigenlijk ja, volgend jaar, 50 jaar, met, eigenlijk 50 jaar geleden de molenaar benoemd bent. In die beginperiode, 4 uur per week, zo begint het. Hè, vrijwilligerswerk, een beetje hobby. Maar dan wordt dat steeds meer en het onderhoud van de molen, maar ook alle evenementen. We hebben de monumentendagen, we hebben de open molendagen, we hebben alle feestelijkheden in Megen. Dan is er natuurlijk ook vaak de molen open of draait die niet zo vrolijk rond.
bezoekers, scholieren. Jullie werken met de basisschool uit Meegeren-Aremacheren. Onderdeel van projecten op school. TBL en Mondriaan College zijn hier geweest. Vaak ook als uitwisselingsprogramma met studenten. Als die studenten hier komen, je hebt een uitwisseling uit Slovenië of zo. Die willen natuurlijk zo'n windmill wel eens van dichtbij zien. En zo heel veel zijn er niet natuurlijk in de regio. Ook die zijn hier geweest. Je hebt molenaars opgeleid. Onder andere van Zeeland, Os en natuurlijk ook hier in Mee. Nou, op allerlei manieren was jij bezig om de familie van de kamp, die was de eigenaar van de molen, te ondersteunen. Het schoonhouden van de molen. Het kleine onderhoud van de molen. Dat doet Kees allemaal. En in 1989 ook begonnen met het schrijven van alle artikelen over het reilen en zeilen van de molen. En ik heb ze op internet ook via het Historisch Informatiecentrum en dergelijke kan ik ontzettend veel vinden. Daar heb ik even onderzoek naar gedaan. We hebben een grote bijdrage geleverd aan ook het beschrijven van die historie. Niet alleen op de molen ben ik bezig geweest voor ongeveer 50 jaar. Ik ben nu met mijn jubileumjaar bezig, zoals ik dat noem. Maar verder rest, ik heb hier van alles gedaan op het gebied van de heemkunde, 30 jaar. Er zijn meer van die dingen die ze weten in ons, dat ik allemaal uitgevreten heb hier. Maar ik heb het altijd met plezier gedaan. Nou, was het dan klaar voor Kees? Nee, want hij had nog iets bedacht. Hij dacht van, wij moeten ook een certificaat hebben zodat we officiële biologische producten mogen leveren. Ook daarbij achteraan gaan, ook dat heb jij geregeld. Nee. Dat? Nee? Nee, dat is die eer moet ik aan Jan doen. Jan! Maar wel mee bedacht heb ik geweten. Wel mee bedacht. Zeker qua vorm, de mooiste onderscheiding die wij denk ik, hebben. En dat is het osje van verdiensten. Ja. Dit is verwarrend. Ja. Kijk, dit is hem. Is een hele mooie. Ik vind het een hele mooie. Ja, hij is uniek. Hij heeft een uniek serienummer. En er staat in, Kees van der Wiel, Osje van Verdiensten, houdt alles draaiende. En dat past heel erg mooi. Ja. Dat past heel erg goed bij jou als molenaar. Je houdt molen draaiende, maar je houdt eigenlijk veel meer dan dat draaiende. Je houdt ook een hoop raderen in de Meegische gemeenschap draaiende. En daar zijn we als Os heel erg trots op en heel erg blij mee. En we willen jou graag het Osje overhandigen. Een groot applaus voor Kees van der Wiel. De keiloop heb georganiseerd. Ja. Oh, ik zal het doorgeven aan het onderzoeksteam van de gemeente. Ja. Ik kan er niks aan doen, jongens, maar ik kan niet veel zeggen. Ik ben niet alleen geroerd, maar ook nog eens een keer kortademig. Maar dat weten jullie ondertussen allemaal wel. Je moet het dus doen met die paar gouden woorden die ik uitspreek. Op de eerste plaats wil ik vertellen dat Frank met een stukje Meegeren rondloopt, op de ketting, rechtsboven. Ja. Dit embleem is van Meegeren. En dat is wel mooi dat die ketting zo is samengesteld. Ravenstein hangt er ook bij. En gelukkig een stuk lager. Laat ze naar Ravenstein niet horen. Ja, daarom. Dus dat is ik wel sympathiek van de gemeente Os. Dat ze al die gemeenten die ze opgevreten hebben, dat ze die nog met hun tanden laten zien. Dit heb je ook nog. Ja, even ook. Ja. Nou zijn er twee molenaars erbij gekomen, hè? Drie zelfs. Ja, Frank van Hoek. Die woont in Hees volgens mij. En die wil ook graag hier draaien. Die heeft afgelopen zaterdag hier nog gewerkt. Die gaat met Jan en met Marjolein heel vaak hier draaien. Dus wat dat betreft is de opvolging. Ik maak me over deze molen helemaal niet druk. Het komt helemaal goed. Of het is helemaal goed, laat ik het zo zeggen. En de molen laat ik met een gerust hart over aan Jan, aan Frank, Marjolein. Waar ik heel blij mee ben, Marjolein.
dat is gaan doen. Marjolein zou eigenlijk moeten staan, want het is de eerste vrouwelijke molenaar in de een cadeau overhandigen, wat voor de molen bedoeld is. Vind je dat echt een hefzij cadeau krijgt? Nee. Ik ben Frank overigens zeer erkend voor het feit dat je gekomen bent, hiertoe zelfs. Kijk eens aan, alsjeblieft. Ik hoop dat je... Pak het maar door, hè. Ja, ik kan er ook niks aan doen dat het zo goed is ingepakt, maar Kobe die helpt me overal. Ja. De hemel geeft wie vangt, die heeft. Zo is dat. Denk erom, Jan. Ja, ja. Dankjewel, Kees. Ik graag gedaan, een beetje. Ik was halverwege die zin dat ik zei, ik ben al blij geweest dat ik in Megen op de eerste plaats geaccepteerd ben met al mijn eigenaardigheden. En op de tweede plaats dat ik altijd ontzettend veel mensen om me heen vond die even goed actief wilden zijn. En dat ik nu in de omstandigheden ben geraakt dat ik behoorlijk ziek ben en ik heb nog 60% van mijn long, dus ik moet het echt op een gegeven moment gewoon maar laten wat het is. Die molen laat ik aan Jan over, de heem aan Erik, die is voorzitter van de heem geworden en gekozen ook door de leden, dus ik ben een hele hoop dingen heb ik afgebouwd al. Want tenslotte moet je zorgen dat je met een gerust hart de andere kant op kunt. Ik dank jullie. Nou, nog meer. Voorlopig nog niet. Dat is wel helemaal gek. Ik neem me de tijd voor. Goed, het gaat jullie allemaal goed. Maar goed, dat ik hier op de molen ben, dat was dan de aanleiding om dat osje voor de dag te halen. Overigens wel een mooi beeldje. We staan hier voor de kapel van de Koolwijk. Vandaag wordt een jubileumviering gehouden ter gelegenheid van het 500-jarig bestaan van de kapel hier. Langzaam lopen de mensen binnen. Het is prachtig weer. De bisschop is er, dus het komt helemaal goed vandaag. We zijn natuurlijk zeer vereerd dat de bisschop, monsieur Gerard de Korte, komt voor de Heilige Mis. Ter gelegenheid van het Sint-Anne-feest dan worden de versierselen omgehangen. En dat zijn inderdaad de sieraden die ooit geschonken zijn aan de kapel ter ere van moeder Anna. En die worden met het Sint-Anne-feest altijd versierd, opgehangen aan moeder Anna, klopt. Ja. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Vrede voor u. Goedemorgen. Ik heet u welkom namens de Stichting Vrienden van Sint Annakapel te Koolwijk. Ik ben Paul Gastmuller, voorzitter van deze stichting. Het doel van deze stichting is om het in stand houden van deze mooie kapel en die te behouden voor onze gemeenschap en dat in de breedste zin van het woord. En ik denk dat de Sint-Anna-viering daar een mooi voorbeeld van is. Welkom aan monsieur bisschop Gerard de Korte.
pastoor Jacques Rubbe, pastoor Peter Raaphorst en diaken René Lamers. Dank u dat u met zulke grote getalen nog hier bent. Dit jaar is een bijzonder jaar, omdat deze kapel waar u naast zit 500 jaar bestaat. Deze kapel is in 1524 gesticht aan den Koelenbeek en dat is later verbasterd naar Kolwijk. Maar die Koelenbeek heeft hier de afgelopen maanden ook nog behoorlijk gestroomd. Beste broeders en zusters, het is mij genoeg om in uw midden te zijn om met zoveel katholieken en misschien ook wel andere christenen deze viering met u te vieren. 500 jaar deze kapel. En we willen stilstaan, ook in de verkondiging, de preek na het evangelie, wat het betekent. Joachim en Anna, we hebben het eigenlijk afgelopen vrijdag al gevierd, liturgisch gezien. Maar nu nog een keer hier, de heilige Anna, de grootmoeder van Jezus en de moeder van Maria. En wat dat betekent, familie zijn, generaties die elkaar steunen, daar wil ik met u in de preek nog wat over nadenken. Maar we willen zoals gebruikelijk beginnen met een moment van ontmoediging en onze schuld beleiden. Broeders en zusters beleiden we, God roept ons op om met hem te verzoenen en te zorgen dat wij zijn genade niet vergeefs ontvangen. Ik beleid voor Almachtige God en voor u allen dat ik gezondigd heb in woord en gedachte, in doen en laten, door mijn schuld, door mijn schuld, door mijn grote schuld. Daarom smeek ik de heilige Maria, altijd maagd, alle engelen en heiligen, en uw broeders en zusters, voor mij te bidden tot de Heer onze God. Moge de almachtige God zich over ons ontfermen, onze zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwig leven. Amen. In excelsis Deo. Et in terra pax hominibus more voluntatis adoramus te, glorificamus te. Laat ons bidden. Heer God van onze vaderen, u hebt aan de heilige Anna en Joachim de genade geschonken dat uit hen Maria werd geboren, de moeder van uw mens geworden zoon. Schenk ons op voorspraak van hen beiden het heil dat u uw volk hebt beloofd. Door onze Heer Jezus Christus, uw zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God, door de eeuwen der eeuwen. Amen. Beste broeders en zusters, u weet waarschijnlijk dat heel veel mensen het heel leuk vinden om met hun stamboom bezig te zijn. Om te kijken hoe ver je terugkomt als het gaat om de generaties voor ons. Als je de korte heet, heeft het niet zoveel zin. En als je de groot heet, waarschijnlijk ook niet. Maar als je wat bijzondere naam hebt, dan kun je vaak heel end terugkomen en heel veel generaties voor je ontdekken. En eigenlijk, als wij stilstaan bij die generaties en je gaat kijken naar bijvoorbeeld naar opa en oma en naar vader en moeder, dan zie je hoe belangrijk ze zijn voor jouw eigen leven. De ouders en van onze grootouders, van de generaties die voor ons zijn geweest. Hun karakter, hun opvattingen, hun visie op politiek en godsdienst, we hebben het van hen gekregen. En we mogen het ook weer doorgeven. Als u driftig bent, liever niet. Maar als u zachtmoedig bent, liever wel. U snapt wel wat ik bedoel. En zo kunnen wij, denk ik, vandaag
hier feest vieren, Eucharistie vieren. Het verbond dat God in Christus met ons gesloten heeft, present staan. Zijn woord beluisteren en hem zo dadelijk ontmoeten in de communie. Zo dicht wil God in Christus bij ons zijn. Dat we zo vandaag 500 jaar Annakapel hier in Herpen mogen vieren. We vragen het op voorspraak van de heilige Joachim en Anna. We vragen het op voorspraak van Maria, de moeder van de Heer. We vragen het door Jezus Christus, onze Heer, tot in de eeuwigheid. Amen. Credo in unum Deo. Pater omnipotentem, factorem celi et terrae, genitrum factum, consubstantia mem patri, perquem omnia facta sunt, qui proter nos homines, et proter nostram salutem, decedi deze gaven met de dauw van uw Heilige Geest, dat ze voor ons worden tot het lichaam en het bloed van Jezus Christus, onze Heer. Toen hij werd overgeleverd en vrijwillig zijn lijden op zich nam, nam hij het brood, sprak de dankzegging uit, brak het en gaf het zijn leerlingen met deze woorden: neemt en eet hiervan gij allen, want dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt. Zo nam hij na de maaltijd ook de kelk, sprak opnieuw de dankzegging uit en gaf hem zijn leerlingen met deze woorden: neemt deze beker en drinkt hier allen uit, want dit is de beker van het nieuwe, altijd durende verbond. Dit is mijn bloed dat voor u en alle mensen wordt vergoten tot vergeving van de zonden. Blijf dit doen om mij te gedenken. Zal uw naam geprezen zijn, Heer onze God, almachtige Vader, in de eenheid van de Heilige Geest, hier en nu en tot in eeuwigheid. Amen. Oremus precepti salutaribus moniti, et divina institutione formati, audemus dicere. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra, panem nostrum quotidianum, nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Wisten we, soms vergeten we dat. En daarom hebben we een speciale familie, en dat is de familie van Jezus. En dit is het huis, de kapel van de oma van Jezus. Hebben jullie hier allemaal? Ja,
Oma, het is heel fijn als je oma... Hou je van je oma. Die is lief, hè? Ja. En oma houdt ook heel veel van jou. En oma houdt ook veel van papa of mama. En hier kan je zien, is oma Anna. Oma Anna samen met Maria. Dat is, Maria kennen jullie wel een beetje van. Wie wil er wat vertellen? Kom maar. Kom je er zo bij? Wat hebben jullie gedaan? Nou, we hebben met alle kinderen die hier vandaag zijn, hebben wij twee grote mozaïekwerken gemaakt. Eentje, daar zijn we nog mee bezig, maar de andere hebben we vast meegenomen. Ja. Komen we even laten zien. En hebben jullie daar ook een bedoeling mee? Dat kapelletje 50 jaar al 500 jaar al bestaat. Zo. En misschien willen jullie dat wel iemand geven, of niet? Ja. Weet jullie wie? Ja. Nou, dan gaan we maar naartoe. Ontzettend mooi. Ja, en 500. Ontzettend leuk. Dank, dank. Jullie hebben het super gedaan, dank jullie wel. Ja, we houden van verrassingen. Ja. En hele creatieve kinderen, om dat binnen een uur zo in elkaar te... Hoe zeg je dat? Freubelen, zeiden we vroeger. De kaarten freubelen. Ziet er mooi uit. En ik denk dat ik misschien hier wel een plekje kan krijgen trouwens hier in de kapel. Dat lijkt me heel mooi. Volgens mij kun je het in de kapel beter gebruiken dan ik in Den Bosch. Denk ik. Allereerst heel veel dank voor iedereen die zich vandaag en in de afgelopen tijd zo enorm heeft ingezet. Want het is vandaag een echt feest. Een feest van 500 jaar... Annekapel bij de Koelebeek. Maar het is iets bijzonders om zo samen met een hele grote groep van enthousiaste mensen ieder jaar weer, ik zou bijna zeggen dit jaar voor de 500ste keer, iets bijzonders te organiseren waarin iedereen welkom is van de hele parochiegemeenschap. Daar mogen we met recht trots op zijn en mogen we met recht een applaus geven aan voor iedereen die zich hiervoor ingezet heeft. Maar er zijn mensen, en het koor ben ik natuurlijk niet vergeten, want die hebben zich ook ingezet. Dat doen ze elk jaar, met verven. Maar er zijn mensen die springen met kop en schouder bovenuit. En daarom mag ik Sidney van den Berg, de wethouder, uitnodigen om zijn woord te doen met het oog op iets bijzonders. Beste mensen, wat een prachtig mooie zondagmorgen. En wat een geweldig mooie viering hebben we gehad. Ik heb de angstketen omgedaan, want er is een bijzonder moment te vieren met elkaar. En daarom wil ik graag de heer en mevrouw Bens hier vooraan op het bankje uitnodigen. Al vele jaren, en dan draai ik me toch een beetje om, mijn beste mensen. Al vele jaren bent u beide betrokken bij de Sint-Anna-kapel. Zo werd op 29 juli 1991 het kosterschap overgedragen. Maar daarvoor was meneer Bens al actief als kapelmeester. En als ik goed ben geïnformeerd, zorgt u, mevrouw Bens, zo'n beetje voor alles wat er binnen in de kapel moest gebeuren. En u, meneer Bens, zorgt voor allerlei zaken die buiten de kapel moeten gebeuren. Zo helpt mevrouw Bens al jarenlang mee om alles klaar te zetten voor als er een huwelijk wordt gesloten, als er een kindje wordt gedoopt, maar ook voor de wekelijkse eucharistieviering. En daarna bent u, meneer Bens, degene die het voortouw neemt om de omgeving schoon en netjes te houden. Samen met buurtgenoten wordt het gezon gemaakt, de bladeren opgeruimd en daar waar nodig de hek geknipt. En u bent actief geweest als vicevoorzitter en bestuurslid van het kapelbestuur Sint-Anna. Elk jaar wordt er rond 26 juli, zoals vandaag, het feest van Sint-Anna gevierd. Zo ook dus vandaag.
U hebt het beide dan erg druk om alles te regelen. U bent betrokken bij die feestpredikatie gaat houden. En we zijn er verheugd dat bisschop De Korte hier vandaag aanwezig wilde zijn ter ere van het 500-jarig bestaan van deze unieke kapel. Beste meneer en mevrouw Bens, het Osje van Verdiensten is een van de officiële onderscheidingen van de gemeente Os. Het is bedoeld om de inzet van personen voor de Osse gemeenschap te waarderen. En we hebben in deze tijd vrijwilligers heel hard nodig om onze gemeenschap een goede en bloeiende gemeenschap te laten zijn. In het Osje staat geschreven de woorden luid en blij. En die woorden zeggen genoeg over uw inzet voor de kapel. Maar ook over uw inzet op andere terreinen waarmee u mensen blij maakt. De gemeente is ook blij met mensen zoals u. Ik wil u dan ook bedanken voor uw inzet. En om onze waardering uit te spreken wil ik u graag het Osje van Verdiensten overhandigen. Beste broers en zusters, we zijn gekomen aan het einde van deze feestelijke Augustiviering bij gelegenheid van 500 jaar Sint-Anne-kapel. Ik vraag de zegen van de goede God voor uzelf, voor al uw dierbaren, voor de prochie, voor heel het bisdom van 's-Hertogenbosch. De Heer zij met u. De naam van de Heer zij gezegend. Nu of tot in eeuwigheid. Onze hulp is in de naam van de Heer. Die hemel en aarde gemaakt heeft. En zegene u de almachtige God, Vader, Zoon en Heilige Geest. Amen. Gaat u allen heen in vrede. Wij danken God. Het is zomer, zomervakantie zelfs. Ze zeggen altijd dat er heel veel toeristen naar Ravenstein komen. Ik ga eens kijken vanmiddag of dat ook echt zo is. En waarom komen die toeristen nou hier in Ravenstein? Ik ga beginnen bij het TIR, want de meeste mensen starten hier. Nou, we staan hier in het toeristisch informatiecentrum. Herma, daar komen hier verschillende mensen binnen. Wat komen ze nou aan jou vragen of wat ga jij ze vertellen? Meestal willen ze graag een stadswandeling hebben. En vervolgens ga ik even met hun naar die kaart en dan leg ik uit van nou, Megen en Graven zijn hele leuke plaatsen en vergeet vooral Keent niet. De Maashorst is ook zeker de moeite waard om eens een keer heen te gaan om te lopen of te fietsen. Dan stellen we meestal de vragen van, dan kan ik dan ook oversteken over de Maas. En dan zeg ik, ja, in Batenburg kun je oversteken. Je kunt zelfs ook weer terugkomen. Dan zie je ook nog eens een keer de tuinen van Appeltern. Wij hebben ook zelf mooie tuinen in Demen. En voor de rest, dan is het wat hun willen weten. Soms kopen ze nog een souvenirtje om mee te nemen. Thank you.
hier een paar toeristen in Ravenstein. Mag ik vragen hoe jullie heten? Ja, ik ben Carolien. En ik Jaro. Ja. Hoe komen jullie hier terecht? Waar komen jullie vandaan? Dat is de eerste, het makkelijkste vraag, denk ik. Ja, wij komen uit Bavel, bij Breda. En jullie zijn hier in de buurt op vakantie? Of? Nee. Wij zijn zo maar hier naartoe komen rijden, omdat we hier nog nooit geweest zijn. En omdat we het leuk vonden om een keer hier te komen kijken. Ja, en jullie hadden van Ravenstein gehoord ooit? Of, Ja. Door langsrijden ook. Hè? Ja, Ravenstein is wel bekend. En je hebt hier wat gidsen opgehaald om, om wat informatie te krijgen? Nou, ze had een parkeerschijf nodig. Ja, ja, dan krijg je er van alles bij natuurlijk. Ja, ik heb wel wat dingen inderdaad om te kijken of ik misschien iets mis nog. Of om even te kijken voor de stadswandeling. En misschien dat we nog even aan de Maas gaan kijken gaan en zitten. Zitten. Ja. Nou, heel veel plezier en ga maar gauw die parkeerschijf eraan doen, want anders wordt het misschien toch nog een dure middag. Dan wordt het ook weer, oké. Veel succes en plezier. Mag ik vragen wie jullie zijn? Ik ben Annemarie Atema. Harry Olders. Waar komen jullie vandaan? Roden, in Drenthe, Noord-Drenthe. En hoe kom je dan in Ravenstein terecht? We reden vanuit de Belgische Ardennen terug naar het mooie noorden. En toen zeiden wij, we willen een leuk plekje zoeken aan het water. En toen kwamen we in Ravenstein uit, want dat ligt aan de Maas. En hoe vind je er dan? Want dan zijn wij natuurlijk dan ook nog wel belangstelling. Google Maps. Google Maps? Ja, gewoon even kijken van waar is water. Mm-hmm. We zaten eerst nog Uden, maar er was geen water. En toen kwamen we hier. Ja. Maar hebben jullie ook echt aan het water gezeten? Ja, we zaten aan de brasserie. Hebben geluncht. Bras aan de Maas. Ja. En dan vonden jullie het toch nog leuk om even door het dorpje te lopen. Stadje te lopen, ik mag geen dorpje zeggen, want wij hebben stadsrecht. Hè? Dus dat kun je wel zien, toch? Ja. Kun je toch wel zien? Altijd heel erg leuk, vinden wij allebei. Hè? Gewoon al die leuke straatjes. En juist niet dat massale. Dat is juist het leuke. Gewoon een paar leuke winkeltjes is ook genoeg. Ja. En dat is hartstikke leuk. Ik mag vragen wie jullie zijn. Peter Wijnen. En de rest is vrienden, familie? Buurtgenoten. Uit welke buurt komen jullie? Uit Zomeren. Zomeren is bij Eindhoven, achter Eindhoven? Ja, tussen Lierop en Zomerheide. Mm-hmm. En hoe komen er nog meer. Hoe komen jullie daar zo bij om? Zijn jullie van daar af hier naartoe gefietst? Toch niet zeker, hè? Nee, we zijn vanaf Os. Daar hebben we een hotel en zijn nu een fietsronde aan het doen. Dus, En hoe kom je dan in Ravenstein terecht? Gewoon via de knooppunten, neem ik aan? Ja. Ja. Hebben jullie hier nog iets bekeken verder? Of een pilsje gedronken? Een terrasje gehad. Oké. En dat was goed bevallen? Ja, perfect. Ja. Gaan jullie hier nog meer bezichtigen in Ravenstein? Of... Nee, jullie gaan... Ja, als we de route kunnen volgen, anders gaan we andere kant. Als we in een 60 kunnen vinden, dan gaan we 64 kunnen verder. Nou, er zijn hier nog genoeg locaties waar je even langs kunt fietsen en waar je nog iets kunt eten of drinken. Dus ik zou zeggen, veel plezier. En je hoeft pas om 11 uur thuis te zijn, toch, denk ik, of niet? Ja, dus. Ongeveer. Nou, veel plezier nog dan. Hey, dankjewel voor de informatie. Ja, jullie ook, dus, jullie succes met de uitzending.
I'm David, and we are coming from Mönchengladbach in the lower Niederrhein region, and we passed this area here on our way to Utrecht, Amsterdam. And is there a special reason that you make a tour on bike so far? Yeah, it's a little tradition of a friend of mine and me. Once a year, we drive we ride cycle for 2 or 3 days. And this year, our destination is Amsterdam and the ocean. And how many kilometers you drive on one day? I think so, nearly 100, a little bit more, a little bit less. And you stay in a hotel at night? Okay, we search for little spots and nice hotels and... Okay. I wish you good luck. Thank you. Dank je wel. Ja, en veel plezier. Ja. Much pleasure. Een fijne dag. Dank je. May I ask you who you are? I'm Nina. Nina. Alex. Yeah. You're from Germany? Yes, we are from Bonn. From Bonn. All the way from Dubai? No, we took the train to Venlo. Yeah. And then by bike to the North Sea. And today you're in Ravstein? Today we go to Druten. What do you think about... this area. It's beautiful. and great bike lanes. Yeah. Is it very different from the place you come from? Yes. In what way? So landscape is flat and more agriculture. So and in Bonn it's a little more hills. Yeah, hillier, and we have more. It's more densely populated, so you don't have this wide. It's a little bit like a northern part of Germany, so but in comparison to Bonn area or the Rhine area, it's quite empty. Different. Yeah. And how long are you on the way? About a week, yes, to the North Sea, and then we have a little house there for another week. Yeah. Now, have a nice day, and the boat is waiting for you. Okay, thank have you. A nice trip. Yeah. Thank you. Wij zijn de familie Hoogma uit Eibergen. Eibergen, en dat is nog Gelderland, heb ik net gehoord, toch? Dat is Gelderland. Het ligt 10 kilometer van de Duitse grens af. En eigenlijk op de route, Twente-route tussen Arnhem en Enschede. Een beetje halverwege. Jullie zijn vandaag een dagje in Ravenstein? Of, Ja, wij staan op de camping bij Nijmegen. Camping de Grote Altena. Mm-hmm. En mijn vrouw die zag in het krantje dat Ravenstein een mooi stadje was. Dus ze hebben gezegd, nou, we gaan vandaag even kijken. Hebben jullie daar een handleiding voor? Of ga je nog even bij het toeristisch informatiecentrum langs? We hadden het wel over om dat even te doen. Om even te kijken om iets meer informatie en achtergrondinformatie te krijgen. Mm-hmm. Maar we zijn eerst maar op eigen gelegenheid even een rondje aan het maken. Ja. Dus jullie komen heel trouw naar deze omgeving? Ja, tot nu toe. Bij Nijmegen. We vinden Nijmegen gewoon een leuke stad. Mm-hmm. En met de Vierdaagse die week hebben we er ook gestaan. Oh, we hebben niet meegelopen, maar wel de sfeer een beetje geproefd. Nou, en dit is de week dat we nou de omgeving van Nijmegen een beetje aan het verkennen zijn.
Nou, dan wens ik jullie heel veel plezier. Ik zou zeggen, ga zeker even bij het Russisch Informatiecentrum langs. Want daar hebben ze van alles om te zien in Ravenstein. My name is Sebastian Arnold. I come from the south of Germany. What are you doing in Ravenstein? It's our first stay here in Brabant, and we search for several places to see, for monuments, and here for the. I don't find the English word for the Festung. For this part, and so we see in the internet Ravenstein. Maybe it's interesting. Today you are make a trip here. We stay in Megum now here, mm-hmm. and we want to see the mull with the beer for. It's very good. I hope so. What do you think of Ravenstein? It's great. Yes, I like it. Oh, it's not so great, but it's for us, it's new, it's our first day in Netherlands, mm-hmm. Only one time in Amsterdam, but it's totally different. Yes. And we stay now a week here, and it's great. Ah. We like the friendly people here, that's great, and the view, the houses is for us in the south, we have not this style of houses, and so it's very interesting. I wish you a very good holiday. Thank you very much. Thank you.